Multiplex Lentus, 3 meter spanwijdte. We gaan even kijken of die het mooi doet. Nou, je hoort 4 piepjes. En dat is dus het aantal cellen wat er nu in zit. Dan gaan we even checken of alles werkt. Links, rechts. Combi links-rechts, dus dat streekt het doel in combinatie met de rolflappers. Werkt ook. De flaps. En de butterfly functie. Dus, het ziet er allemaal goed uit. Even kijken of het gas ook goed werkt. Ja, doet het ook. Ik heb er ook een... noem je zo'n ding? Daar zo'n drukmeter in zitten dat ik hoor hoe hoog dat ik vlieg. Na liebe Tjushauer. Nee. Oké, kijkers. We hebben de Multiplex Lentus getest. Met het nieuwe neuswiel erin. Een lichtere accu. En de conclusie daarvan is dat het balanspunt, zeg maar, van de vleugel, de CG, dat die nu niet meer klopt. Ik heb de accu een stuk naar voren moeten schuiven. Punt 1, omdat het een lichtere accu is. Ik vlieg niet met die grote blokken. Het is een 4S2700. Nou, en ik heb nu bijna een half uur gebruik gemaakt van die accu. En ik zou nog 10 keer de lucht in kunnen. Dus de 2700 4 cellen lipo. Van Red Power heet die, is dat merk geloof ik, is perfect voor deze kist. Nogmaals, de accu mag een flink stuk naar voren. Want ik heb hem nu naar voren geschoven, maar hij moet eigenlijk nog iets naar voren. Maar dat doen we in een volgende vlucht waar ik ook camera's op het vliegtuig heb.
de kleppen en de, hoe noem je dat, de butterfly functie werken ook fantastisch. Het wiel wat erin zit, eerlijk is eerlijk, fenomenaal. Ja, je maakt de mooiste landingen, je hebt het gezien, je houdt de vleugels mooi recht met je aileron, knuppeltje. Dus ja, ik kan maar één ding zeggen, ja, ik kan nog één ding vertellen. Ik vlieg met de IX20 van Spectrum, is natuurlijk wel een duur prijzig zendertje, maar het is het waard. Landing flaps. Pro landing flaps. Landing flaps. Flaps normal. Landing flaps. Pro landing flaps. -1.5 meters. Ja, we hebben dus ook een hoogtemeter in het vliegtuig zitten. En die kan ik aan of uitzetten. En tijdens het zweven kan ik ook de thermiekbellen meten. Dan hoor je dat pieptoontje natuurlijk. Maar ja, dat zet ik altijd uit. Want dat is een beetje te lastig om het zo maar te zeggen. Nou, even het wieltje weer inklappen. Zo. Lentus ook een tas waar je alles in één keer in kwijt kan. Deze heb ik nog wel nodig, want ik moet zo dadelijk de hoogteuur losdraaien. Dus deze gaan we nou in de tas stoppen. Dan gaat de tweede vleugel erin. Dan draaien we het hoogteuur los. Stabilootje komt in het achterste vak zitten. En die gaat ook in zijn geheel in de tas. Klittenbandje om de romp heen. Zo. Huppakee. En daar zit dus het hele vliegtuig in. Je kan dus ook hier je zender in bewaren. Maar ja, dat doe ik natuurlijk niet, want ik heb een prachtige koffer voor mijn zender. Nou, dan schuif ik het hele vliegtuig van 3 meter zo in de auto. Nou, dit is ook ideaal. Weegt niks, weegt echt helemaal niks. Twee vingertjes, til je het op. Het is gewoon een standaard van Multiplex. Om je vliegtuig op staarhoogte alles te kunnen doen, zeg maar. Nou, die klap er ook in. De klep dicht en dat is hij. Dus je bent in, ik doe het nou een beetje vrij langzaam, maar je kan in een paar minuutjes kun je gewoon kant-en-klaar opgebouwd zijn en ook weer afgebroken en zo wegwezen. Dat was dus eventjes in het kort. Het verhaal van de Multiplex Lentus. En ik hoop dat het een beetje leuk is, interessant genoeg, laat ik het zo zeggen. Er komen natuurlijk nog veel meer filmpjes. Maar dan ook met de camera onboord. En wat meer technische gegevens, de uitslagen en zo van de rolkleppen, landingskleppen, hoogteroer, richtingsroer. Hoe ik dat allemaal heb gedaan op mijn eigen Lentus. Nou, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Hier op Modelvliegclub Valkenburg. Bye bye.